Jullie zijn aan het graven in jullie eigen huis. Hoe voelt dat? Best gek. Maar leuk. Ja, een gat graven in je eigen huis, dat zie je niet elke dag. Maar de trotse nieuwe bewoners van de Adriaan van Oostadestraat in Crispijn deden dat donderdag wel. Ja, dat is wel een vreemd gevoel. Dit is wel voor het eerst, dit is onze eerste nieuwbouwproject. Dus dat is wel een andere ervaring. De toekomstige bewoners hadden de gelegenheid om een capsule te vullen met persoonlijke voorwerpen en berichten. Dat is een hele goeie. Dat zou je echt aan mevrouw moeten vragen. Want, ik heb het wel nee, we hebben een tekst van Gandhi voor in de toekomst erin gestopt. Dus dat als je in het nu leeft, dat positief is. We hebben wat gisteravond voorbereid met mijn dochter en mevrouw. Wat de leuke berichtjes en wat we gisteren hebben gedaan eigenlijk. En wat leuke weetjes en wat beurskoersen van de huidige tijd. En dat soort zaken. Natuurlijk willen de bewoners zo snel mogelijk in een nieuwe stekkie trekken. Maar dat zal nog wel even duren. Nou, er moet nog veel gebeuren hè, nadat het huis is opgeleverd. En ze hadden het over september. En dan begint hij bij de eerste blok al. En wij zijn een van de laatste blokken, dus ik denk oktober ergens. En dan krijg je de sleutels. En wanneer de tijdcapsule weer boven water duikt, dat zullen wij misschien wel nooit weten.